Een e-book maken op basis van een blogpost of een pagina op je website. Nou, dat kan echt super snel, dat ga ik je nu laten zien. Je maakt in eerste instantie een nieuw project aan en je kopieert de URL van je blogpost in deze tool. In dit geval een blogpost van Ruilmeesters, een klant van ons. Je kiest een standaard template, ik kies nu even voor Krakau. En vervolgens geef je een naam aan je project. En in dit geval gaat het artikel over de dood van de niet-commerciële advocaat. Dus dat is even de naam die ik hier kies. In een volgend scherm zal zien, hij, hij gaat even nadenken en dan in één keer hier is je e book Tenminste, de basis. Je past een paar dingen aan, zo zet je bijvoorbeeld de auteur eronder. Je kunt hem schuin maken als je wilt, en verder kun je een paar aanpassingen doen. Hier staat bijvoorbeeld nog een tekst overslaan en naar de algemene inhoud gaan. Nou, die hoort daar niet, die staat er bovenin. En ik pas even die eerste alinea aan. Nou, je zult zien als je helemaal naar beneden gaat, dan staan er hier sommige plekken nog wat puntjes. En je wil misschien ergens nog een entertje hebben om het een en ander mooi uit te lijnen. Zoals hier. Oké. Okay. Verder kun je allerlei andere thema's kiezen. Dus ik kies even, even kijken. Uh, nou, deze bijvoorbeeld. En dan zie je ineens dat het lettertype anders is. Dat het er weer net even anders uitziet. Uh, oh ja, dat één ding overslaan naar de algemene inhoud mag nog even weg. Et voilà. La, een prachtig mooi e-book. Als ik klik op publish, dan genereert hij een PDF en die kan ik online bekijken en dan kan hem meteen opslaan, downloaden. En het allermooiste is dat alle linkjes die werken gewoon nog. Kijk, en dan zijn we weer op de site van Raummeesters. Hoe relaxed is dat? Nou, 1 minuut en 30 seconden. Is toch kicken. Wil je meer weten? Ga naar jellendrijver.nl/designer en let op, dat is met dubbel r. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan even op het duimpje omhoog en stel me al je vragen of laat een leuke reactie achter bij de comments. Wil je meer zien en automatisch op de hoogte blijven? Abonneer dan even op mijn kanaal. Thanks.